Ik ga aan die andere kant staan. Hierbij de uitslag van nummer 1. Felin Jede. Kan een Jacob? Felin Jede. Het is een reaal gebouwd paard, lang gelijnd. Goede voorhand. De hals is voldoende verticaal gesteld. Zou iets meer lengte kunnen hebben. Voldoende sprekend in het hoofd. Zoals gezegd, de lang gelijnde merrie die voldoende opwaarts gebouwd is. Het beenwerk is hard en droog. Enigszins gehoekt. Dan komen we bij de bewegingsvorm. De stap heeft voldoende lengte. Maar zou daarbij iets resoluter kunnen aantreden in het achterbeen. En in de draf zien we dat weer terug. Hij met name maakt zich mooi, geeft een goede houding. Maar met name het achterbeen zou resoluter onder de massa gezet kunnen worden, zodat hij meer tot balans komt. De merrie Felin Jede wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2. Een
Wat ras betreft een aansprekende merrie. Voldoende verticaal gestelde hals. Het hoofd is sprekend. Zou iets meer lengte in de hals kunnen hebben. En de bouw, de verhouding is er goed. Maar we zien graag wat opwaartse gebouwd en ietsje sterker in het middenstuk. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. Iets stijl in het achterbeen, maar wel een bemerking op de voorbeenstand. De stap, we gaan over naar de bewegingsvorm. De stap, dat is een beetje de bottleneck bij dit paard. De stap mist het juiste ritme en de juiste activiteit. We zouden daarbij iets meer ruimende stap ook willen zien. En in de draf, de merrie die waardeert zich in die zin op, hij maakt goede houding. Merrie die bezit ook een goed achterbeen, in die zin dat het veel buiging toont en ook veel kracht. Maar we missen het nodige lichaamsgebruik, we zien graag meer balans en meer oprichting. Deze merrie wordt vandaag weer stamboek. This mare was already a studbook mare and is a studbook today again. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3. Het is een reaal gebouwde merrie, lang gelijnd, met een goede, sterke bovenlijn. Merrie die zou iets meer rasuitdrukking kunnen hebben, met name het hoofd zou wat sprekender kunnen. Maar het staat op goede voeten, beenwerk is ruim voldoende droog. De stap is heel reaal. Een resolute manier van stappen. En de draf, de merrie die draaft opwaarts, heeft een goede activiteit in het achterbeen. Zou misschien iets meer schoudervrijheid kunnen tonen. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. This mare is registered now in the studbook as the mare
start with the second premium. Hierbij dan de uitslag van nummer 4, 160. We moeten ons hier bij deze merrie wel realiseren dat, hier een, dat het een zogende merrie is. Dus dat er een veulen naar de voet heeft. En dat kunnen we met name zien in zijn bespiering in de bovenlijn. De merrie maakt daardoor wat enigszins blote indruk. Het is een aansprekende merrie, met name in de voorhand. Zeer sprekend in het hoofd. Dus voldoende rasuitdrukking. De bouw zouden we iets meer bespieren, maar net al uitgelegd, het is ook een zogende merrie. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit, ruim voldoende kwaliteit uit. De merrie heeft een goede manier van stappen met een goed ritme en ook een goede ruimte in de stap. In het draf, dan zou het achterbeen erbij ietsje resoluter kunnen aantreden, maar het is ruim voldoende techniek. Deze merrie wordt vandaag ster tweede premie. Nummer 4 is registered in the studbook as a star mare with a second premium.
Dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 5, Anna van Busselte. Het is een merrie die wat langer gelijnd zou kunnen zijn. Het voldoende rasuitdrukking, waarbij het hoofd wat meer wat sprekender zou kunnen zijn. In de bouw, daar zien we toch graag meer lengte in de bouw en ook wat minder gezonken in het middenstuk. Deze merrie heeft overigens ook een veulen bij de voet. En is erg hellend in het kruis. De B-werk, dat straalt voldoende kwaliteit uit en is in één tikkeltje gehoekt. De stap, daar heeft hij het goede ruimte, goede ritme en ook voldoende door het lichaam. De draf, dan zouden we graag zien dat hij wat meer balans en wat meer oprichting laat zien. Het achterbeen komt wat van ver en we zouden er ook graag wat meer regelmaat in willen zien. Deze merrie wordt vandaag weer stamboek. Het wordt geen premie vandaag. Nummer 5, Anna van Busselte, is today a studbook again. Hierbij dan de uitslag van nummer 6, Yveske LG. Het is een merrie die opvalt door een correcte bouw. Een rasuitdrukking zou wat meer kunnen zijn. De halsvorm is voldoende verticaal gesteld, maar wat onderhals en het hoofd zou sprekender kunnen. Zoals gezegd, een goede correcte bouw, goede bovenlijn, sterke bovenlijn. En het paard is ook opwaarts gebouwd. Dat maakt het paard zeer aansprekend. Het beenwerk straalt ruim voldoende hardheid uit. En is ook correct gesteld. De stap is voldoende ruimte. Zou daarbij voldoende ruimte. En ook voldoende resoluut ondergebracht. De draf,
Dat is het sterkste punt van deze merrie. Merrie maakt zich groot, heeft veel techniek in de benen, goed de achterbeengebruik. Zou voor wat meer schoudervrijheid kunnen tonen. Deze merrie die schiet vandaag met name wat ras betreft te kort om uitgenodigd te worden voor de tweede ronde. Dus ze krijgt geen uitnodiging voor de tweede ronde. This mare is not invited for the second round. He's very good in confirmation, but we like to see more quality in racial type and ook more quality in the walk. Well, then here, but I do it in English because the owner is an English of an American. So, the results of Marieke van der Echt bij Dinnenhoeve. It's a nice mare. Racial type is sufficient. It's a beautiful head. And all long manes, we like to see that the poll is a little bit longer. The confirmation, it's a three-parted horse because the top line is a little bit sunk. And the croup is slooping. Then the quality of the legs are good, more than sufficient. Then the walk should be show more regular, and the length is enough. The length of the pass is enough. The mare is upgrading herself in the trot. She makes herself in a nice posture, good bending in the hocks, should be more directly under the beneath the body, bring his hind legs, but she is very strong in the way she walks and a good use and a sufficient use of the body. But the mare has not enough, the result is not enough to be invited for the second inspection, because then the confirmation and the walk should show more quality. So no
invitation for the second view. Uitslag van Marieke van de Echt Bedienenhoeve is dat ze geen uitnodiging krijgt voor de tweede bezichting, voor de tweede keuring. Dan zou de bouw en ook de stap meer kwaliteit moeten laten zien. Hierbij dan de uitslag van nummer 8. Een paard die veel rasuitdrukking heeft, met name door zijn voorhand. Mooi klein sprekend hoofd. Maakt met veel front, dus een verticaal gestelde hals. En ook een lange hals. De bouw, daar zien we graag meer geslotenheid in de bovenlijn. En ook het kruis is zeer hellend. Waardoor hij wat driedelig wordt. Mist wat lengte in de bouw. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap, de bottleneck ook vandaag, die mist de regelmaat en de goede actief, wel voldoende actief, maar mist regelmaat. De draf, dat doet deze merrie uitstekend, met veel techniek en met name de tweede ronde, dan met een beetje tegengehouden wordt, dan klimt hij er ook goed in. Zou daarbij, drukt daarbij wel iets terug naar beneden, maar dan heeft de beste manier verder van draven. Gezien de stap en de bouw kan deze merrie niet in aanmerking komen voor een tweede bezichtiging. This mare is not invited for the second view because we should like see more quality in the conformation and in his walk.
Hierbij dan de uitslag van nummer 9. The results of number 9. It's a nice horse. Horse is good parted. The racial type is sufficient. We like to see a little bit more length in the poll, but he had a good head and also a clear eye in it. The top line in the connection is good. We like to see a horse more in the conformation, more uphill, and the croup we like to see not so slooping as this one. But it's a good horse, it's a strong horse. Then the walk, and that's a pity, the walk is not regular. Then the trot is special. The mare is upgrading herself. She makes herself in a very good posture. She has a good use of the hind legs, good bending, brings it far enough beneath the body, and she is going uphill with a good use of the front leg. But because of the walk, she is, and could also show more in racial type, she is not invited for the second view. Deze Mary wordt niet uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Dan zouden we meer kwaliteit willen zien in de stap en met name ook in de rasuitdrukking.
Hierbij dan de uitslag van nummer 10, Barto Hendrik Jede. Het is een hengst die zeer rassig is. Zeer aansprekend in de voorhand. Je kan zeggen dat de hals nog ietsje verticaler gesteld kan zijn, maar veel lengte in de hals. Sprekend hoofd, lange manen. En het is een ruim geleinde hengst die iets gesloten in de bovenlijn kan zijn. Opwaarts gebouwd. Het paard heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. Is ook correct gesteld. De stap die mist vandaag de regelmaat. En in de draf dan mist hij vandaag ook wat regelmaat. Heeft heel veel moeite om in balans te komen en in balans te blijven. En we zien graag dat hij meer in balans gaat lopen. Ook meer geslotenheid in zijn bewegingsvorm kan tonen. Deze hengst wordt vandaag niet tot ster verklaard. Dan hier de results of nummer 10. Barto Hendrik Jede. It's not a star stallion this day. Because then he should show more quality in the movements.